eerst goed uittekenen. Maak maar lekker grote vlakken. Dan ga je de vlakken uitknippen. Ga je papiertjes bij. We zijn hier op de openbare basisschool Grote Trekdreef. Welke groep kinderen is dit? Dit is een combinatiegroep van groep 7 en groep 8. We hebben hier twee combinatiegroepen. Dus 2 keer 7, 8 in dit lokaal. En in het andere lokaal zit er nog eentje. Met wat voor project zijn ze bezig nu? Ze zijn op dit moment bezig met een project van een kunstenares, Paula Gerritsen. Die is bezig om, zij maakt prentenboeken. En ze heeft een verhaal geschreven. Dat is over een jongetje dat bang is voor spoken en monsters. Dan heb je de gekleurde papiertjes. En dan kun je die weer, dan ga je weer je figuurtje maken. Ik ben illustrator van kinderboeken onder andere. Een boek wat ik geïllustreerd heb is dit boek. Grote Griezels, geschreven door Jeanette van Bodegraven en dat heb ik geïllustreerd. En dat is gedaan door middel van een collagetechniek. Dit is het uitgangspunt voor het project wat ik nou met de kinderen doe. Jij hebt een figuur gemaakt en je weet niet hoe je hem groter moet maken. Ja, klopt dat? Ik wil graag vandaag mijn beeld. Ja, dat is een kliek om een video. Ze doen dat in groepjes. Het verhaal gaat eigenlijk over 4 soorten griezels. Reuzen, monsters, spoken en heksen. En ieder groepje van 4, 5 kinderen neemt een griezel voor zijn rekening. Dus een groepje van 4, 5 kinderen gaat vertellen wat er met de heksen gebeurt. En een ander groepje vertelt wat er met de reuzen gebeurt. Anderen met de spoken. Dus per groepje maken ze ook ieder een grote prent. We zijn de monsters aan het maken. Komt het uit je eigen fantasie of heb je dat wel eens op tv of in een boek gezien? Nou, het is eigenlijk mijn eigen fantasie een beetje. Vind je het leuk om te doen? Ja, dat wel. Wat ben jij hier aan het tekenen? Ik ben bladeren aan het tekenen en we moeten de boom en de huis tekenen en zo. Deze heb ik ook gemaakt. Dit is de spook die ik hier heb. En deze is daar, bij het huisje, komt hij zo meteen via de schoorsteen naar binnen. Oké, ja. Maar je kan hier ook nog wat opplakken, hè? Dat je hier nog bijvoorbeeld geel of zo opplakt. Ja, ik wou hier zo meteen deze opplakken. Oké. Okay. Die ik ook op heb geplakt. Zo, ja. Hartjes wordt hier, hartjes. Heel hartjes. Mooi. Hoe ervaar je het om met deze groepen aan dit project mee te doen? Ik vind het vooral leuk omdat het compleet iets anders is dan normaal. Want ze zijn nu helemaal vrij om te doen wat ze willen, maar toch moeten ze een bepaalde opdracht doen. En ze moeten heel erg met elkaar samenwerken. Wie gaat wat doen, wie maakt het verhaal en dat kan voor ze nog wel eens lastig zijn. Maar aan de andere kant leren ze wel hoe ze dat moeten doen. En ik vind het heel leuk omdat ze lekker vrij zijn. En normaal gesproken moeten ze echt strak leren en dat is ook wel goed voor ze. Maar het is ook wel lekker voor ze dat ze af en toe een beetje vrij kunnen zijn en zelf lekker kunnen freubelen met dingen en hun gewoon creativisme een beetje opwekken. Dus